omkijken. Sorry, Jula, sorry. Hey, tof dat je kijkt naar de allereerste aflevering van First Fear. Mijn naam is Osima en ik ga iedere week samen met iemand zijn of haar angst overwinnen. Zo heeft iedereen natuurlijk angsten. Mijn angsten zijn muizen, ratten, slangen. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Ik moet er niet aan denken. Maar we gaan al deze angsten aan de kant zetten. Dit is First Fear. De allereerste aflevering kan ik natuurlijk maar met één iemand doen. De man met de vele angsten. Ja, Tatjula. Hey. Ik heb niet heel veel angst hoor. Nou. Je staat echt te shaken naast me. Even serieus. Mijn hart gaat wel. Zijn hart gaat tekeer. Ik wil sowieso eerst even weten, wat zijn nou jouw grootste angsten? Hond. Hoogtevrees heb ik. Ik vind vissen heel vies. Kleine ruimtes. Ja, nog een paar andere, maar ik kan ze nu echt niet allemaal opnoemen. De allereerste die je opnoemde, dat zijn honden. Ja, ik vertrouw ze niet. Waarom? Ik vertrouw ze niet. Ik kan niet met ze communiceren. Dit is eigenlijk jouw grote dag, want we gaan die communicatie toch wat versterken vandaag. We gaan je angst namelijk overwinnen met honden. You ready? Nee, hij is echt aan het trillen. Rustig. Mag ik weten wat voor hond, alsjeblieft? Dat gaan we zo meteen allemaal onthullen. Ik wil even dat je rustig je tijd neemt. You ready? Ja. Ik zeg dan let's go, come on. Laten we het heel even over hebben, voordat we echt actie gaan zien. I don't like dogs, man. Maar waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan, die hele angst? Ja, ze had me verraden. Neem ons mee naar dat moment. Hoe oud was je? Wat is er gebeurd? Ik was 16, we hadden gym. En daarna hadden we tussenuur van 2 uur. En toen gingen we bij die vriend van mij chillen. Maar hij zei van tevoren, zeggen ze, jullie bang voor honden? Ja, nee joh. Want ik was ook echt niet bang voor honden. Yeah. En toen zag ik die hond al. Met één oog keek zij me aan zo. En ik dacht van, hé bro, is je hond wel lief? Ik zei, ja. Ik ga snoepje pakken, dan moet je die aan haar geven. En dan zijn jullie vrienden voor altijd. Maar hij komt net dat snoep aan. En hij geeft aan mij. Hij zegt, ja, je moet aan haar geven. En hij ging naar binnen zelf. Yeah. Dus hij laat me alleen. Yeah. Ik wist haar naam niet eens. Yeah. Weet je? Ik heb niet eens gezegd, hey. Weet je? Dus nu, ik wil die snoep geven, ze kijkt me ineens zo aan zo. Yeah. En toen schrok ik. En toen deed ik die snoep omhoog en toen viel ze me aan, zeg maar. Ze probeerde zeg maar mijn hand te happen. Yeah. Wow. En ze sprong tegen me aan, maar ik ging het duwen en ging met mijn rug naar haar toe. En toen kwam hij, gaf haar een platte hand en toen keek ze zo en toen, wow. En ik vond het best grappig als ik niet de slachtoffer was. Ja, oké, ik snap. En wat voor hond was het? Een pitbull. Een pitbull? Ja, een vrouwelijke pitbull. Die is agressiever dan mannetjes. Hè. Hetzelfde hond trouwens toevallig, zeg maar. Dus voor de mensen die denken dat ik aan het overdrijven ben. Want je hebt altijd bij het zeggen, hij overdrijft sowieso. Die hond is gewoon ingespoord omdat hij postbode heeft aangevallen. Daar is het eigenlijk begonnen. En daarna, sindsdien, heb jij zoiets van, ik wil afstand van honden. Want ik weet dat jij voorheen wel altijd gewoon oké was met honden. Ja, ik keek dog whisper en zo. Ja. Dus je was wel gewoon een dierenvriend, om maar zo te zeggen. En hoe? Maar sindsdien, ik wist, ze zijn niet te vertrouwen. Ja. Alles waarmee je niet kan communiceren, als jij zegt alles goed en diegene zegt geen ja, is het niet meer te communiceren. En dan kan je niet vertrouwen. Want je weet niet wat er in hun hoofd omgaat. Jij zegt zit, dan zeg je ja, bitch, en dan gaan ze zitten. Je weet het niet. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Je weet dat ik lieg, maar ik zeg gewoon ja, zodat we snel daar. Kom maar gaan. Let's go. Jongens, kijk eens. En waar ze mij voor gerust voor stellen, hè? Hey, ik waak voor mijn baas. Hi, Osima. Hi. Astrid. Hey. Tatjula. Tatjula, ja, hij is een beetje bang. Heb je dit vaker meegemaakt, zeg maar? Zie je dat mensen die echt bang zijn voor honden? Nou ja, ook deze angst die hij heeft, zeg maar. Hij durft echt niet dichtbij te komen. Nee, ja. Ik wil niet. Ik wil niet. Het gebeurt vaker. Ja? Ja, op het moment dat je er echt zelf over uit bent dat je er echt wel overheen wil, dan moet je gewoon klein en rustig beginnen. Dat lijkt mij ook het beste als ik zo naar je kijk. Mij ook. Ja? Ja. Dus ben je er klaar voor? Nee, maar ik ga het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Ik kan echt niet meer, mijn hart. Je hebt Astrid bij de hondentracer, ik ben erbij. Als je hond hebt, moet je die hond een nekklem geven, hè, mevrouw. Anders laat hij niet los. Ik weet niet wat voor hond het is, maar ik heb zoiets gelezen. Het wordt een verrassing. Het komt helemaal goed. Dit is Pleun, dit is een kruising tussen een Malteser en een Chichu. Ja? Dus het is een boemer. Een boemer, oké. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Joël hier bang van wordt. Maar laten we beginnen met de eerste stap. Ja? Laten we gewoon naar hem toe brengen.
Oké. Nog niet omkijken, even met je handen op je hoofd. Nee, niet bemoeien met mij. Handen met je op je hoofd. Wat? Handen op je hoofd, Joe. Usima. Luister gewoon, juist. Oké, rustig. Deze die. Deze gaat wel, toch? Dit politiehond. Ik eet jou in Afrika, gek. Zie je? Kijk, dit gaat gewoon. Dit gaat gewoon. Mijn kleren worden vies. Dit gaat gewoon hartstikke goed. Kijk nou toch. Nou, we gaan zo meteen door naar... Wow, help mij. Help mij, die honden druk. Nu ga ik het... Sorry, okay, sorry, hondje, rustig blijven. Gewoon, juist. Ompitula is hier. Hij doet het goed. Dit is mijn Wakanda, mijn Wakanda Pokémon. Zo, gaat goed hoor. Nou, echt. Ik zeg toch, honden ruiken naar honden. Ja, I don't like that. Deze ging wel goed. Deze was schattige Pokémon. Ja, toch? Ik kies jou. Dat hondje dat ik net vasthield is echt zo'n poedelhondachtige schoothondje. Die veel aandacht nodig heeft. En dat is ook een eigenaar van een meid dan. Zeg maar, de eigenaar van de hond is dan ook een meid die veel aandacht nodig heeft. Zeg maar, ze hebben dan een kleine mini-me bij zich. En dan hoefde ik uit de tas en dan loopt ze in de stad. Zo, what's it be, kijk mee. Niemand heeft tijd. Mm-mm. Nou Astrid, Joël die was niet bang van... De vorige hond. Maar er staat inmiddels een andere hond naast ons. Iets groter. Ik vind het zelf ook wat enger, zeg maar, deze hond. Wat is dit eigenlijk voor hond? Dit is een Mechelse herder. Een Mechelse herder, oké. Okay. Ja. Mechelse herder Sky. Ja. Oké, Astrid, dan ga ik nu de hond richting Tejula brengen. Helemaal goed. Stevig vast, neem ik vind mee. Het echt eng. Kom, Sky. Laat hem maar een beetje los. Rustig, Sky. Wacht even. Hoe ben je rustig? What the fuck is dit? Wacht. Oké. Ga deze kant op. Ik wil niet kijken. Terug, kom maar, wacht ik even. Ik wil niet kijken. Ja, rem er maar mee. Oké. Okay. Kom maar, kijk maar. Kom. Tejula. Niet doen. Wat een lul, joh. Rustig, Sky. Kom even. Kom. Heb ik iets in mijn hoofd? Nee, helemaal niks. Echt niet. Ik ben geland in mijn hoofd, hè? Oh, ik, hè? Ik ben echt geland in mijn hoofd. Hoe krijg je dit voor elkaar? Kijken? Ja, weet je. Kijken? Nee, man. Nee, we hebben helemaal niks op. Ben je nog steeds fris? Sowieso. Oké, dan kom ik er weer overheen. Ga aan de kant. Het ging mis. Joel sprong gewoon over de bosjes. Schouder ligt open. Moet mijn schouder laten zien, mens. Heb je gezien? Heb je gefilmd? Heel Wakanda ass boy. Jee, toch? Honden pakken mij niet. Rennen, springen, kat in de nauw, maak rare sprongen. Je ziet het. Oh, rustig. Kijk hoe dichtbij. Hey. Hij gaat echt niet bijten, echt niet. Probeer deze vast te houden. Hij is sterk, hè? Ik ben ook sterk. Nee, maar je moet even... Ze heet Sky, dus als hij iets doet... Sky! Kijk hoe trots ik op je ben, ik zweer het. Ah, die hond staat tegen me aan, Zippy. Eerlijk, lekker gangster met die hond in mijn handen. Ik ben echt trots op je, serieus. Zippy, nee, niet tussen mijn benen, niet tussen mijn... Pak die hond, rustig. Oké, rustig. Gewoon rustig blijven. Goed zo, Sky. Ah, die hand. Nu lijkt deze... wel. Kijk, nu deze hond trekt niet aan mijn zaakje. Sky! Nee, wacht! Nee. Oh mijn god. Hé, hey, Sky. Af. Ik heb alleen die hond vast. Oh, shit. Af. Sorry, Jula, sorry. Ik probeer Sky, jou gerust te stellen. Zit. Echt niks. Zit. Echt niet. Nee. Sky, af. What's up, babe? Help mij. Eigenaar voor die hond, alsjeblieft. Oh mijn god. Help mij, alsjeblieft. Hey, Jula, wat sorry. Maar. Geloof mij, hij doet niks. Oh kijk mijn dit. God, Astrid. Waar is Astrid? Sky, kom mee. Sky, kom mee zitten. Oh mijn god, ik wil niet meer. Oh mijn god, haal die hond weg van mij. Die hond ligt mijn voet. Ik wil niet. Hey, ik trill, hè. Nee. Hey. Oh mijn god. Zit. Even serieus. Ik ben Wakanda. Ik blijf. Blijf. Nee. Goed zo. Oh mijn blijf. God, die hond luistert naar jou. Zit. Hier, alsjeblieft. Astrid. Oh, Sippy. Nou, ik kwam zelf naar Twitter. Oh mijn god. Kom. Jula, kom. Ze zijn zo onvoorspelbaar, die honden. Je weet gewoon niet wat je kan verwachten, snap je? Dus ik heb echt mijn best gedaan. Ik probeerde hem vast te houden, maar ja, het ging ergens ging het mis. Ja. Je hebt het echt goed gedaan. Jij niet. Nee, ja, ik probeerde jou gerust te stellen, maar je had overwicht. Ja. Dus het was... Nee, die bicep toch. Ik had dat gezegd, die hond mij bij. Man, echt rustig blijven, want we gaan door naar de volgende stap. Wat? Ja. Hebben we eens filmpjes gezien waarop dan iemand te zien is die een pak aan heeft en wordt aangevallen door best wel een grote hond? Ja. Ja? Surprise. Dat is wat we gaan doen. Nou. Laat dat. Ik heb al gezegd,
we moeten iets anders doen. We gaan dit wel doen. Nee, ik wil iets anders doen. We gaan dit echt doen, want dit is de laatste stap. Ik ga het pak even erbij halen. Je moet... Ik wil niet. Je moet deze broek eerst aan. Is te dun. Ik voel nou al, is te dun. Nee, is niet te dun. Kijk hoe zwaar die is. Doe hem gewoon aan. Je hebt hem over je trainingspak. Oei. Wauw, ik kan echt niet op jou bouwen, hè. Jongen. Laat maar. Ik help je toch. Sima, ik hou van je, maar dit gaat wel echt ver, hoor. Ja? Wow. De disrespect is hoog, hè. Wat was dat? Is je Marokkaanse actie? Kijk, kom, hier. Kom overeind, kom overeind. En dan zeggen mensen, je mag vrouw niet slaan. Ik kom gewoon overeind, wat is gebeurd? Kom, probeer op te staan. Was it big? Wacht, ik sta kom, op. Ik help jou toch? Nee, ga ik weg. Ik help jou alleen, jij niet naar die boom gaan. Mm. Maar ik help je alleen, kom. Kom, we gaan zo. Ik help mezelf. Joel, we zijn klaar voor de laatste stap. Wie is klaar? Je hebt je pak aan. Wie is klaar? Jij bent klaar, want je hebt je pak aan. Ik voel ook een beetje spanning, om heel eerlijk te zijn. We gaan Astrid erbij halen. Astrid? Kalm. Yes. Ik blijf een beetje nou, daar aan is de hond al best wel wat wild. Oh man. Hij heeft zin, hij is al aan het blaffen. Klopt het dat de hond is getraind om hem in zijn arm te bijten? Ja, dat klopt. Oké, okay, ja. Okay. Dat is goed om te weten, weet je wel. En hij moet zo meteen in één rechte lijn lopen. Ja. En dan vervolgens, ja... Gaat hij arm bijten? Ik weet het zeggen. Zeg het maar. Dit is de gekste wat je ooit van mij gaat zien op YouTube. Verder dan dit lukt niet, echt niet. Volgens mij moet hij het veld in en dan kunnen we gaan beginnen. Nou, dat lijkt me goed. Joel, ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik sta daar. Ik hoor 3, 2. Bij 2 moest ik lopen. 1. Wat is de B? Haal hem eraf. Haal hem eraf. Wat is de B? Ah. Oh, help mij. Help mij. Waar gaat het? Ik wil deze hond niet op mij. Deze satanische wezen. Haal hem van me af, mevrouw. Donja. Los! Kom. Je ziet het, slaat in één keer los. Supergoed. Hoe eng is dit? Ik wist niet welke kant hij zou komen. Hoe eng was dit? Hoe eng? Eerlijk. Dat is eng, maar ik wil nu gewoon met die hond vechten. Kom opstaan, kom. Nog één laatste keer. Okay. Eén laatste, ja? Oké, is goed. Ik dacht, what's the B? Iedereen weet dat. Ik dacht alleen, what's the B? Oh mijn god. Ik heb zelf gebeden, ik ga niet liegen. Ik heb echt gebeden van, niet in mijn gezicht. God, alsjeblieft. En toen pakte hij mijn rechterarm. En ik zeg eerlijk, ik voel het soortig nog een... Iets. Waar is die hond? Ik moet met hem praten of haar. Laat hem nu los, ja? Oké. Okay, ja. Laat hem nu los, kom. Oh shit! Oh shit! Ja, oh shit, wat is er bij? Probeer te blijven staan. Deze hond gaat me niet neerkrijgen, hoor. Probeer te blijven staan. Probeer. Goed zo, meisje. Goed zo, jongen bedoel je, Azibi. Ik zei toch, je krijgt me niet. Je gaat lekker. Je gaat lekker. Oh. Je gaat lekker, ah. Joel. Hey, die hond geeft niet op. Oh mijn god, die hond gaat niet neer. Wat is een beetje? Nee, jij gaat neer zo. Niet die hond. Les. Ik vind dat je dit echt goed doet. Oh, Donja, laat maar los. Ja, kijk, ja, we hebben nu ruzie, hè? Stilstaan, hè? We hebben nu ruzie, ze wil niet loslaten. Ik ben super trots op mezelf, want iedereen heeft gezien ook Wakanda Power bestaat echt. De eerste keer ging fout, de tweede keer ging die hond raarslingeren. Ik moest even die eigenaar laten zien van, hé, jullie lachen en zo, maar eigenlijk kan dit ook gebeuren met je hond. Maar zonder die kleren zou dat niet gebeuren. Zou ik weer gewoon springen? Ik zeg je eerlijk, ik zou weer over iets springen. Hij was echt super dapper. Ik vond het echt super knap van hem. En volgens mij is het gelukt om zijn angsten een beetje te overwinnen. En is hij dichterbij gekomen bij de honden, wat uiteindelijk ook het doel was. En ik ben trots. Ik ben echt trots op hem. Donna, mag ik haar dan een beetje aaien? Oh, kijk, zie je? Beetje matties worden. Even serieus, hoor ik dit goed? Nee. Nee, maar even serieus, je zegt het wel gewoon zelf. No, je bent al wat dichterbij gekomen. We moeten band krijgen, we hebben nu ruzie even gehad. Maar ik wil met haar bijpraten, begrijp je? Nee, maar dat is precies de bedoeling. Joel, heb je een beetje je angst overwonnen? Gewoon eerlijk. Het was eerst 100% echt. Ja. Maar nu ik heb gevoeld, ja. Is zeg maar 110 voor een aanval. Ja. Maar aangezien deze hond op commando werkt, heb ik gezien,
ben ik wel wat minder bang voor honden. Dank jullie wel. Dat is tof, dat is tof. Ik vind dat echt tof om te horen. Ik ben echt nogmaals super, super trots op je. Ik was stabiel, hè? Super trots op je. Hallo. Fucking goed gedaan. Ja, de volgende keer zit ik hier met iemand anders. Dan gaan we weer angsten overwinnen. Vond jij dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren. En ik zie je de volgende keer. We're out. Ciao.